Wij zijn Fundación Mariadal. De zorginstelling op Bonaire. We zijn meer dan een ziekenhuis. Met onze spoedeisende hulp, airambulance, verpleeghuis, thuiszorg, polykliniek en apotheken dragen we bij aan de zorgketen. Maar zorg is teamwork. Ons medisch team werkt samen met zeer professionele ondersteunende diensten. Waar technici, medische technici, koks, logistiek medewerkers, economen, managers en beleidsmedewerkers nauw samenwerken. Met behulp van de meest moderne technieken en zorgmodellen. Zo leveren we zorg op een hoog niveau met een Bonaireaans tintje. De patiënt staat altijd centraal. Waar je ook werkt. Mensen helpen in de zorg geeft mij voldoening. Ik ben Joreske Cecilia. Ik werk als oncologieverpleegkundige bij Fundación Mariadal. Na lang studeren in Nederland ben ik 2014 terug naar Bonaire gekomen om in de zorg te werken. Ik vind Bonaire een geweldige plek om te werken, want na je werk kan je lekker een biertje drinken en salsa dansen. Ik ben Tito Apostel, medisch technicus bij Fundación Mariadal. Techniek in de zorg is heel dynamisch. Zo krijgen wij binnenkort een nieuwe zuurstofplant. Dat maakt het voor mij aantrekkelijk om in de zorg te werken. Ami te Herschel Henriette. Y actualmente me acaba de terminar mi estudio de dialysis verpleegkundige a través de Fundación Mariadal Academy. Ahora me trasladando full-time na afdeling de dialysis na Fundación Mariadal. Fundación Mariadal te da una oportunidad na su traduna pa sigue estudia. Ami tae es aquí un tremendo oportunidad para que vos sigue desarrollar en el área con más gusto. También para nos, Yuna de Terra, es un tremendo oportunidad. Aprovecha de desarrollar vos mes en vos propio ambiente, vos cultura criollo. Bonaire groeit. Zo ook Fundación Mariadal. Ooit een kleine verpleeghuis, nu een multidisciplinaire zorginstelling. Met professionals, met passie voor zorg en de patiënt. Wij maken het verschil.